Welkom bij het project Berchem Energie Neutraal hier in Zwolle. Het project Berchem Energie Neutraal is voor ons een project waar we graag van willen leren, omdat de warmtetransitie is nieuw voor ons als gemeente. Het betrekken van bewoners bij zo'n proces vraagt om gebruik van de juiste instrumenten, want we vinden het belangrijk dat iedereen gehoord wordt. Nou, en hoe doe je dat dan? En daarvoor hebben we dus een bewonersraadpleging bedacht. En wat er aan de bewoners wordt voorgelegd is dat we hen vragen welk alternatief voor het verwarmen met aardgas er in Berchem mogelijk is en hoe ze daar zeg maar tegenaan kijken. De reden voor de bewoners bevragen en hun een mening te laten geven is gewoon omdat het om hun situatie gaat. Het gaat om hun woonsituatie. Zij moeten zelf straks gaan investeren in het verbeteren van de woning. Zij moeten straks gaan aansluiten op het nieuwe wijkenergiesysteem of ze moeten daar zelfs, in het geval van All Electric, zelf investeringen voor doen. Het is natuurlijk heel lastig, hè, want je hebt verschillende soorten mensen. Je hebt ook het stille midden, zeg maar, die je eigenlijk nooit hoort. Hoe kunnen we hen dan bevragen? Nou, dat doen we door middel van de social media, de website, maar ook bewonersavonden. En ook gewoon, zoals hier laatst op het plaatselijke volksfeest, gaan staan met een kraampje om dus inderdaad aandacht te vragen voor de bewonersraadpleging. Afhankelijk van de uitslag gaan we kijken welk wijkenergiesysteem dan dus waar we dan het warmteplan op gaan maken. Wordt het een warmtenet, dan gaan we toch kijken van hoe moet je dat dan qua organisatie vorm gaan geven. Dat kan bijvoorbeeld met een warmteschap. Een warmteschap is een vorm van organisatie waarbij je eigenlijk het warmtebedrijf voor een deel bij de bewoners neerlegt. Een warmteschap is kleinschalig. Je denkt aan maximaal 1500 woningen ongeveer. Dan past het ook weer heel mooi binnen de warmtewet, waarin ontheffingsmogelijkheden zijn voor dat soort kleinschalige warmtenet. Stel dat het wat all electric of het wat hybride, dan is het een soort van individuele aanpak. Dan krijg je een heel andere vorm van warmteplannen.